De Veluwe. Door een ieder gekend. We zijn er maar al te graag trots op. Zand, hei, bos, landerijen, heel afwisselend. Het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. De Veluwe staat op de lijst om nationaal landschapspark te worden. Royaal voldoet het aan de eisen. Minstens 10.000 hectare groot, waardevol om zijn natuur en landschap, met genoeg banden ook met het verleden, met weiden, akkers, bos en water. Een natuurgebied, maar natuurlijk, die Veluwe, nee dat niet, allang niet meer. De echte natuurbossen zijn er al duizenden jaren verdwenen. Zo'n 4000 jaar geleden begon de verandering toen zwervende jagers en vissers geleidelijk plaatsmaakten voor mensen die er zich echt gingen vestigen. Toen landbouw en veeteelt opkwamen en er vaste nederzettingen ontstonden op de hooggelegen zandgronden. Het oerbos werd afgebrand en gekapt. Als dat te vlot ging en het vee bovendien nog te veel planten wegvrat, dan waren grote zandverstuivingen het gevolg. Alleen in de natte gebieden werd de bestaande natuur met rust gelaten. Daardoor kon het Beekberger woud stand houden, zelfs tot aan een eeuw geleden. Maar daar wisten wij dan wel weer raad mee. Uiteindelijk ging het toch voor de bijl, want door ontwatering konden ook die natte gebieden toegankelijk worden gemaakt. En weidegrond is dan wat ervoor in de plaats komt. Nederland is arm aan bos. Reden te meer om voorzichtig om te springen met wat er is. Niet alleen omdat het er goed toeven is, omdat bos een mooi landschap oplevert, maar ook omdat bossen van belang zijn voor het klimaat, voor de aanmaak van zuurstof, als tegenwicht tegen die andere gassen. En dan is een groot bos ook nog van belang, doordat de wortels van de bomen het water vasthouden en de kruinen stormen temmen. En al is dan nu dat oerbos verdwenen, al die verschillende belangen dient de Veluwe nog steeds. Hoewel het gevaar van alle kanten naderbij komt steeds meer. De bedreiging van de Veluwe door autowegen, door nieuwbouw, door intensieve veehouderij gaat nog steeds door. De Veluwe was ooit een toendra en tijdens de laatste ijstijd leefden er allerlei dieren die allicht nu verdwenen zijn, bijvoorbeeld de mammoet. De wolharige neushoorn en het reuzenhert. Toen het warmer werd en de gletsjers smolten, trokken ook die dieren weg. Ze namen de wijk naar noordelijke streken. Of ze legden het loodje, zoals het reuzenhert met een gigantisch gewei dat wel 3 meter omspande. Na die laatste ijstijd is dat dier uitgestorven, net als de oeros. Maar die verdween pas later, uitgeroeid door mensen die er in de middeleeuwen wild jacht op maakten, op de Veluwe. Maar in de vroege middeleeuwen werd de Veluwe toch ook bevolkt door dieren die we er nog steeds vandaag de dag kunnen aantreffen. Neem het edelhert. Het wilde zwijn. De wolf. En de vos. Maar de wolf, die is verdwenen inmiddels, sinds zo'n 2,5 eeuw.